Goedemiddag allemaal, ik ben Annelien, de vormingsverantwoordelijke van Paradox sinds een jaar of twee. En ik ben enorm trots om jullie vanmiddag onze twee escape games voor te stellen. We nemen jullie mee in het leven van Victoria en gaan samen met Edgar op reis. Het is een initiatief van Ant Collectief in samenwerking met inhoudelijke partner het regionaal expertisecentrum Dementie Paradox. Samen met een bouwteam, vol wilde ganzen, werden de beide games gebouwd. Voor mantelzorgers werd de trein van Edgar ontwikkeld. Deze game kan gespeeld worden binnen een half uur. De tuin van Victoria is ontwikkeld voor professionele hulpverleners en kan gespeeld worden binnen 60 minuten. Wat was jullie motivatie om te kiezen voor het thema dementie? Wij wilden graag een escape game maken over dementie, omdat heel veel mensen van ver of van dichtbij geconfronteerd worden met dementie. En een escape game leek ons een goede manier om echt de ervaring te kunnen opdoen. Ja, en wij hebben expertise in het vertalen van inhoud naar spel en van spelontwerp. Maar expertise rond dementie, dat hebben wij niet. En daarom dat we een partner nodig hadden, zijn wij terechtgekomen bij het expertisecentrum Paradox. Ik herinner mij nog dat we samen met Annelies, ik en Christian in de bibliotheek van Paradox zaten. Wij vertellen ons plan, niet goed wetende wat dat Christian ervan dacht. Kijkt ons aan en zegt van, ja, we gaan dat doen, hè. En ja... Dat heeft ons heel veel vertrouwen gegeven en heeft zijn eigen ook doorgezet door de verdere samenwerking. Het doel van de escape games is op een leuke en unieke manier beleven hoe het is om te leven met dementie. Vanuit de ervaring worden eenvoudiger linken gelegd naar de praktijk. Aan Koen, lid van het bouwteam, vroegen we hoe zijn visie was op het doel van de escape game. Voor hem was het antwoord heel simpel. Het is een phone leggen voor mannetjes, staat daar een keer bij stil. Christian, de coördinator van Paradox, die probeert via de escape game het maatschappelijk dialoog te stimuleren en dankzij het spel wordt het thema zichtbaar voor een heel breed publiek. Ezra, referentiepersoon dementie, vond het vooral heel boeiend om verschillende beroepsprofielen samen te zien en door dit project heeft een hele grote groep, ook al hadden ze geen link met dementie, een belangrijk steentje bijgedragen aan de wereld van dementie. Ben je al benieuwd? Hier gaan we! Welkom bij de tuin van Victoria. Het doel van dit spel is om te onderzoeken wat er precies aan de hand is in de tuin. Dit doen jullie door het oplossen van puzzels, raadsels en uitdagingen. Je hebt hiervoor een uur de tijd. Hallo, ik ben dokter Isra. Victoria was al patiënte bij mijn voorganger, die met pensioen is. Het is een fijne dame, maar ze raakt jammer genoeg meer en meer in de war. Kom maar binnen, jongen. Dank jullie wel voor de hulp en tot ziens. We zijn eruit! Om een game goed te kunnen begeleiden, is het nodig om een workshop te volgen. Tijdens de workshop leer je de game opstellen en speel je nadien zelf het spel. Je krijgt tips rond spelbegeleiding en je maakt kennis met de methodiek rond nabespreking. Nadien is het belangrijk dat de game op de juiste manier wordt gereset, zodat de volgende groep aan de slag kan. Een nabespreking is een must. We vroegen het aan enkele referentiepersonen en dit was hun antwoord. Samenwerken en belang van communicatie wordt uit de groep zelf naar voren gebracht en teruggekoppeld door voorbeelden uit het spel. Eigen ervaringen, gevoelens van onmacht, frustratie, verwarring worden gelinkt naar het gedrag van personen met dementie. Bij sommigen gingen de ogen echt open, waardoor ook hun kijk op het leven van personen met dementie aanzienlijk is veranderd. De rollercoaster aan emoties werden door Fran heel mooi omschreven. Gevoelens van onmacht, frustratie, zich dom voelen, chaos, nervositeit, overprikkeling en extreme chaos. En dat allemaal binnen één uur.
Samenwerken en communicatie is heel belangrijk en blijven zoeken naar de best mogelijke zorg voor personen met dementie is een uitdaging. We vroegen aan Toon en Annelies wat hen vooral is bijgebleven. Wat mij vooral is bijgebleven door de escape game te maken, is hoe je praat over personen met dementie. De allereerste sessie is Christian begonnen met een uiteenzetting over dementie. Had hij ons uitgedaagd van als er iemand zei dementen, dan moest iedereen oh doen. En dat is blijven hangen. Ook wanneer ik nieuwsberichten of zo hoor, dan denk ik soms, ah, oh, hoe doen jullie het toch? Ik vind dat een fijne gedachte om vast te houden. Wat mij vooral is bijgebleven met heel het proces van het maken van de game, is we zijn begonnen met de uiteenzetting rond dementie door Christian. En dat er daar heel veel vragen van niet-professionelen over persoonlijke verhalen kwamen van over mijn tante of mijn oma of mijn grootvader, mijn moeder. En dat dat mensen waren dat dat zelf aan de lijve ervoeren, maar niet direct wisten van waar kan ik met die vragen terecht, terwijl er bij het expertisecentrum enorm veel expertise zit en antwoorden eigenlijk op die mensen hun vragen. En dat dat iets is wat dat doorheen de game mensen hebben meegepakt en waarbij dat ze dan aan het einde eigenlijk nog altijd zoiets hadden van oké, nu heb ik een manier om antwoord te krijgen op mijn vragen. Christian, hoe zou jij het proces en het product samenvatten? Geen idee waar we eigenlijk aan begonnen waren. Ik zag wel aanknopingspunten, escape game, dementie. Maar eigenlijk, ik zag niet echt direct een weg van waar dat we naartoe moesten. Laat staan dat ik al wist van hoe dat een eindresultaat eruit zou moeten zien. Maar ik had wel zoiets van, hier zit iets in. En het belangrijkste van allemaal, in het gesprek dat ik had met de mensen van Ant Collectief, met Toon en Annelies, er was een gevoel van vertrouwen, van ja, we kunnen hier samen iets van maken. En dat heeft me echt eigenlijk redelijk snel doen beslissen van, ja, we gaan samen in zee, we gaan dat doen. En eigenlijk het proces was een beetje zoals mijn eerste aanvoelen. Het was echt een proces van co-creatie. Er waren mensen bij die heel veel wisten van escape games, maar eigenlijk helemaal niks van dementie. Er waren mensen die veel van dementie wisten, maar helemaal niks van escape games. En dat maakte eigenlijk dat het heel interessant werd om die dingen juist samen te leggen. Dat was echt out of the box denken, dingen die samenkwamen. En in het begin van het proces was er vooral chaos, heel veel ideeën. En dan hadden we soms wel een keer het idee van, waar gaat dit naartoe? Maar uiteindelijk zag je wel altijd maar meer en meer echt die escape game tot stand komen. En uiteindelijk die mix van mensen, van ideeën die samen hebben gekomen in dat proces, dat heeft er mijn inziens toe geleid dat we nu echt kunnen spreken van een succes. Het is echt een game met inhoud geworden, maar zonder dat we daarbij het spelplezier uit het oog zijn verloren. En daar ben ik zowel op het proces als op het product bijzonder trots op. En we zien ook die reacties van de mensen. Dat succes, die blijdschap en die kennis, dat er ook gedeeld wordt. En daar kan ik alleen maar heel erg blij mee zijn. Wil je de game ook binnen jouw organisatie? Kijk dan snel even op onze Facebook of Instagram pagina. De reservaties voor 2022 zetten we gauw open. Tot snel!